Hallo allemaal, ik ben Chantal Jansen. Ik ben James Gerald. En wij vinden cultuur ontzettend belangrijk, ook in de opvoeding. Want bijvoorbeeld van dans word ik heel gelukkig en blij. En van muziek? Worden we heel relaxed, blij en gelukkig. Nou, en dat is alleen maar als we er naar kijken, laat staan, dat we het ook nog uit mogen oefenen. Alsjeblieft, voor de cultuursector moet beter gezorgd worden. We kunnen ons geen leven voorstellen zonder cultuur. Bijvoorbeeld ook toneelspelen. Kan je je voorstellen dat je niet meer toneel mag spelen? Nee. Dat er geen toneelles meer is? Nee, ik kan het me niet voorstellen. Dat opa geen muziek meer kan spelen, dat daar niks meer te verdienen valt. Dat zou heel erg zijn. Het zou inderdaad heel erg zijn. Dus volgens mij vormt je beroep je niet, of politiek je niet. Nee, cultuur vormt je. Dus wij hopen dat er echt wel heel veel aandacht voor komt. Heel veel succes met de actie deze week. En wij steunen jullie, toch? Ja, zeker. Ik zou bijna zeggen tegen de overheid, het is niet alleen de cultuur die je als fenomeen wilt behouden. Alle mensen die erin werken, van de koffie tot en met de regisseur, die u zeg maar in stand en in het werk wil houden. Ja. Maar achter elke acteur staan ik weet niet hoeveel bezoekers die je ook de gelegenheid moet geven om er weer naartoe te kunnen. En dat kan dus alleen maar als je die culturele sector in stand houdt. Moeten we eerst even kijken wat cultuur eigenlijk is. Even van afkijken. Er is een cultuur die laat ons de weg zien. Dus de avant-garde. Die is altijd militant. En die wordt mainstream als er een kritische massa meegaat. En dan is het niet meer avant-garde, dan gaat de avant-garde weer ergens anders naartoe. Ja, ja. Dus die lopen altijd op de zaak vooruit. Ja. En de meeste avant-garde loopt dood. En af en toe krijgen ze iedereen mee en dan wordt dat mainstream. Ja. Dus dat is een deel van waarom we kunst hebben. Om dat te doen. Twee, is om te snappen wat we nu aan het doen zijn. Om te verbeelden wat we nu aan het doen zijn. En de derde, dat is allemaal mijn eigen theoret, hè, maar aan de achterkant is de rol van de cultuur om de dingen te verwerken. Dus het is nu krankzinnig eigenlijk, als het die rol niet had, dat we nu nog steeds films over de Tweede Wereldoorlog maken. Dat je denkt, kom op jongens. Heel belangrijk, begrijp me niet verkeerd. Aha. Maar er zijn nog wel wat andere dingen aan de hand ook. Nee, we gaan steeds weer terug naar de scene of the crime om het te verwerken. Dat is natuurlijk. Als een kind een potje laat vallen en het schaaltje breekt, dan krijgt hij eerst op zijn donder. Moet hij misschien naar zijn kamer, ik hoop het niet, maar stel. Uh-huh. En daarna zie je die kinderen die zeggen, hier gebeurde het. Dus ze gaan terug aan de achterkant om het te verwerken. Ik ben af en toe wel een beetje van de cijfers en ik ga misschien een klein beetje kort door de bocht nu. Maar als we nou eens kijken naar Nederland en de begroting van Nederland, noem ik het maar even, is 300 miljard euro. Ja. Daarvan gaat 1 miljard naar de kunst- en cultuursector. Dat is 0,3%. Dat is dus niets. Dus hoeveel minder moet het worden? Dat ten eerste. Nou heb ik gelezen, even opgezocht, dat de kunst- en cultuursector aan de andere kant 3,2% van ons bruto binnenlands product is. Dus van de inkomstenkant. Ja. Dus dat is 10 keer zoveel als wat er wordt uitgegeven aan deze sector. Nou, ik ken niet heel veel bedrijven die zo'n goed rendement hebben. Nee. Dus deze hele sector is een ongelooflijk ondernemende sector. Ik wil ook even dat hele subsidieverhaal een heel klein beetje nuanceren. Want dit is een sector die ontzettend goed op eigen benen kan staan, maar nu heel hard getroffen wordt. As a foreigner and you live in this amazing country, which is so incredibly wealthy. It's bizarrely wealthy. You only have to travel. We've all traveled around the world. This country, this little piece of land, has got insane amounts of cash that can just appear out of nowhere during crisis. Mm-hmm. Now, you would have thought then that the people running the place would understand how important culture is to create that money in the first place and why people come in and spend their tourist money as well. It's all culture and culture costs. So in order for that to carry on and for it not to die, and it will, you cannot step out of this sector and then expect to get back in it again. It cannot happen. It's like a sportsman. You need to keep going. The second you stop, you don't retire and then come back. No. I mean, it's just not possible to do. And now is the time for them to, I think, celebrate the culture which is in this incredible country, and not just in classical music, but all over. I mean, people in the world are following
TV programs are following how the Concertgebouw do it, are following the theatres. I mean, really, just this it's unbelievable the impact that this tiny little country has. And if we don't look after that and spend some proper cash to make sure it... Nobody wants to get rich. They just want to make sure that they're not losing it completely. To spend some proper dough on that, then that is a crying shame. And from my angle, it was all the things that attracted me to come to Holland in the first place was culture. And to let it go even a tiny bit is barking mad, in my opinion. Andere consequentie die kosten gaat opleveren is... doordat je aan al die regels moet voldoen, en dat merk je hier natuurlijk ook al... dingen langer duren. Ja. Een filmopname voordat iedereen zijn zendertje om heeft... Met gemaskerde mannen die dat doen, of vrouwen, en alles weer ontsmet is. De praktijk wijst nu uit, van Duitsland zijn ze aan het filmen, dat ze ongeveer een kwart van de tijd langer bezig zijn. Dus in plaats van dat je 10 uur, we maken dagen van 10 tot 11 uur, komt er ongeveer 2 uur per dag bij, of je verliest een uur à 2 uur. Voor dat soort dingen. Voor dat soort dingen, waardoor je als je dat op 40... Zit je weer met je licht, met je daglicht. Alles, je, ja, alles. Ja, dus ja. De opnames duren langer. Dus eigenlijk zouden de... filmfondsen, maar ook de televisiefondsen of de omroepen moeten zich realiseren dat waar ze vroeger een x-bedrag hadden voor een serie of een film, dat ze nu x plus 19% COVID-19%. Maar wat verwachten jullie dan van de overheid? Je kunt toch ook niet... Nou ja, dat weten eigenlijk niet. Wat verwachten jullie ervan? Laat ik als open vraag stellen. Eigenlijk twee dingen. Allereerst, houden producenten die er nu zijn, helpt die een beetje overeind te houden. En dat heeft te maken met schadevergoeding. Als ik het heb over die 42 miljoen, we hebben nu een goede afspraak gemaakt met theaters om elkaar een beetje tegemoet te komen. Maar de theaters staan natuurlijk ook om omvallen. Dus daar moet extern geld bij. Dus dat moet de overheid, of het nou de Rijksoverheid is, of de lokale overheden, daar moet geld bij. En ten tweede, en dat gaat veel meer over de toekomst, hoe gaan we ervoor zorgen dat we de diversiteit ook voor de toekomst garanderen? Ga met ons om tafel zitten. Ga ervoor zorgen dat we een plan maken hoe we stapje voor stapje gaan opstarten en dat we dat ook financieel kunnen volhouden. Dat is wat we willen. En je merkt dat de minister van Engelshoven, maar ook Wiebes en anderen, dat die natuurlijk wel incidenteel met ons praten. Niet alleen maar met ons, maar ook met andere meer commerciële cultuurmakers. Maar ja, een echt structureel overleg. En ook met de erkenning hoe belangrijk dat is dat dat allemaal overeind blijft. Althans een groot gedeelte daarvan overeind blijft. Ja, dat merk je gewoon. Te weinig. Er wordt te snel gezegd, ja, maar ingewikkeld, moeilijk, et cetera. Er wordt vooral teruggekeken en vooral gepraat over wat er allemaal wel is aangeboden. Dat is ook hartstikke goed wat er wel is gebeurd. Maar er moet nog zoveel meer gebeuren. Willen we de diversiteit en de rijkheid voor de toekomst ook veiligstellen. Mag ik trouwens nog iets zeggen over die van Engelshoven? Ja, ik ben nog steeds veel ervan. Fantastisch mens. Hoe zij de cultuur een warm hart toedraagt. Echt, ze doet het zo goed, vind ik. Inhoudelijk, paf, echt helemaal in de roos. Voor iemand die nooit naar iets gaat. Juist. Is het hartstikke goed wat zij doet. Het is bijna kunst te noemen. Ze gaat nooit naar een voorstelling. Ze is nooit in een museum, maar ze vertegenwoordigt ons zo goed. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Ja. Maar ik wil nog één ding zeggen. Ik vind haar presentatie, daar mag nog wel wat meer. Ja. Dus ik nodig mevrouw van Engelshoven om eens een keer bij mij een cursusje te volgen. En dan zit het gewoon helemaal top. Ja. Maar dat is het enige dingetje waar ik... Hè? Dat is Een klein dingetje. Ja, ik vind het echt geweldig, eerlijk gezegd. Ik geniet er zo van. Ik heb zo'n laptop. En mijn kinderen, iedereen wordt er helemaal gek van. Ik neem de laptop de hele tijd mee. Naar de douche, naar het toilet, naar de keuken. Dat vind ik echt heel overdreven. Ik bedoel, ik vind het heel erg leuk om dat te horen. Ja, maar ook heel erg overdreven. Ja, dat is het ook. Maar weet je wat zo fijn is? Iedereen spreekt zich uit over de waarde van kunst. En dat vind ik heerlijk om eens te horen. Ik vind het zo leuk om te horen, want het zijn hartstikke ingewikkelde omstandigheden. Ook voor ons, ook voor ons gezelschap, voor jeugdtheater. Maar dat iedereen zegt hoe belangrijk het is. Je krijgt er energie van. Ik vind het heerlijk. Echt waar. Veel beter dan Netflix. Zet Netflix maar af. Dit is veel leuker. Waarom zouden jullie als sector niet zeggen, nou, we gaan een aantal mensen afvaardigen uit de theaterwereld, de muziekindustrie, et cetera. Een taskforce van 10 of 12 mensen. En als de minister het niet doet, gaan wij dat herstelplan schrijven met elkaar als vertegenwoordigers van die sector. En wij leggen het 1 oktober op tafel bij de minister en bij de Tweede Kamer. En dan eisen we daarover een debat. Want als de minister dat onvoldoende doet naar onze ideeën, dan gaan wij hetzelfde. Nou, je hebt een steengoed voorstel. Ik zou eraan meedoen. Ik vind het een fantastisch idee. Je hebt wel iemand nodig
die wat meer in de pikje staat. Tuurlijk, je moet een boel gebeld. Je moet een boel, maar liefst een heel bekende acteur, artiest of wat dan ook. En dan, maar dan als dat nou, Ivo van Hoven, weet ik veel. Graag. Nou ja, maar ook een ZZP'er. Of nou, iemand, een vrije producent. Ik zou meteen meedoen. Ja, ik en ervoor zorgen. Goed idee. Nou, nee, het kabinet heeft veel te laat opgetreden. Het is een veel te versnipperd beleid wat ze voeren. Wat ik zei, het meeste geld gaat naar gesubsidieerde gezelschappen. Terwijl al die ZZP'ers en al die makers en die vrije producenten, die zijn heel erg de klos natuurlijk. Ja. Het is ook heel moeilijk om het goed te doen. Maar wat je wel zou kunnen doen, is veel eerder, dus meteen al met de hele sector gaan praten en kijken hoe kunnen we een soort deltaplan maken om die cultuur te redden. Want dat is echt nodig. Ik denk ook dat de overheid zich sterk moet maken voor ons. Ja. En voor de cultuursector, niet voor mij. Maar voor het feit dat wij een cultuur hebben, ja, die we belangrijk vinden. Geachte minister van Engelshoven. Beste Ingrid. Ik noem u bij uw voornaam omdat ik hoop dat ik dan iets beter bij u binnenkom. Ik vraag vandaag namens de hele cultuursector om uw aandacht. Een week lang hebben we met Cultuur in Actie proberen we aandacht te vragen voor de problemen die onze sector meemaakt. En de cultuursector, zoals u weet, dat is de levensader van de Nederlandse maatschappij. Een zwaarst getroffen sector nu door de coronacrisis. En we hebben u nodig. We hebben u nodig om naar ons te luisteren. We hebben u nodig om samen met ons oplossingen te zoeken, zodat deze sector niet helemaal verloren gaat. Zodat we het kunnen herstellen en dat op een goede manier we samen met elkaar de cultuur in Nederland op het niveau kunnen brengen waar het hoort te zijn. Ik vraag u daarom ook om naar ons te luisteren en desnoods een taskforce samen te stellen van mensen die samen met u gaan kijken van hoe kunnen we dit allemaal weer goed op de rails krijgen. Ik vraag het u als burger van Nederland, ik vraag het u als ondernemer binnen de cultuur, als artiest en ik vraag het jou Ingrid als Jurgen. Luister naar ons, we hebben je hard nodig. Op 14 mei ben ik bevallen van mijn eerste kind, een zoon. Zijn naam is Lucas. Mijn allergrootste wens voor hem is dat hij kan opgroeien in een kleurrijke, gevarieerde wereld, waarin hij op zoek kan gaan naar wie hij is, wat hij wil doen en waar hij voor staat in het leven. Dat lukt niet in een wereld zonder kunst en cultuur. Een wereld die kaal, dor en vlak is. Waar niks groeit, waar niks bloeit, waar niks verrast, waar alles grijs en monotoon is. Ik wens dat Lucas zijn hele leven lang kan tekenen, kan zingen, kan dansen, muziek kan maken, kan spelen, kan lezen, zich kan verwonderen, nieuwsgierig kan zijn, kan fantaseren, kan dromen, kan creëren. En ik hoop dat hij, door te kijken naar wat anderen hebben gemaakt, zich kan laten inspireren. Kan zoeken. Dingen ook niet mooi kan vinden of raar. En dat hij zich kan ontwikkelen en kan uitgroeien tot een rijk mens. En zoals Jochem Meijer onlangs op Facebook schreef, je hoeft echt maar heel even naar een kind te kijken. Te kijken naar wat het liefst doet de hele dag. Tekenen, zingen, dansen, spelen, muziek maken, video's maken, zandkastelen bouwen, verhalen verzinnen, lezen, zich voor laten lezen, dromen, fantaseren, creëren. Dus kom me niet meer vertellen dat kunst en cultuur geen eerste levensbehoefte zijn. Geef Nederland een kleurrijke toekomst. Geef Nederland kunst en cultuur.